Oh, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Ik ben vandaag terug met de Spiksplinter nieuwe serie. Ik heb een tijdje geleden gevraagd op Twitter wat voor modpack ik eventueel zou moeten gaan doen. En een van de dingen die ik heel graag wil gaan doen is de Lord of the Rings mod. Gewoon omdat ik die ooit lang geleden een keertje heb gedaan. Daar staat nog een video van online. Klik even op de dingetje hier zo op beeld. Als je die wilt zien... maar toen heb ik nooit echt de mod zelf gespeeld. Toen heb ik eigenlijk alleen een beetje gebouwd. En waren alle spullen er al. Dus ik dacht, waarom ga ik niet gewoon een beetje die mod verkennen hier zo in een singleplayer wereldje. En kijken wat er allemaal te doen valt. Aangezien ik toch zo gek ben op de Lord of the Rings wereld. En er zal ook nog een andere modpack komen. Maar die ga ik dan samen met andere mensen ook spelen. Dus heb jij zin in deze nieuwe serie? Laat het dan even weten in de reacties. Ik heb hier dingetjes. Met verschillende pouches. Waar je blijkbaar dingen... Oh, ik zit in game mode. Oh ja, ik zat in game mode, want... Ik moest de portal maken naar Middle Earth. Anders moet je in de normale wereld starten. Even kijken. Oh, kijk. Er zitten zelfs quests in, blijkbaar. Dus dat is heel awesome. Ik weet niet, dit kunnen we gewoon even in onze inventory doen, denk ik. De chest, die nemen we gewoon mee. Dat lijkt me namelijk best wel handig. We zitten hier midden in de Shire. Dus we gaan eens gewoon kijken wat we hier allemaal precies kunnen doen. Oh my god! Oké. Maar ja, dat wordt dus een mini... of tenminste geen miniserie. Maar dit wordt een serie. Eén keer in de week zal een aflevering van deze modpack online komen. Van de Lord of the Rings mod online komen, denk ik. Oh, good day! Good day! Adventures! Nasty things there are! Make you late for dinner! Waarom doe ik dat bij een vrouwtje? Wat? Oké, dus dit is een plantje dat me pijn doet. Nog een vrouwtje. Don't you wish you lived in the Hobbit Hall too? Oké, heel leuk. Ik wil even met jou praten. Good day, Ethel dear. Oké. Ik kan nog niet slapen natuurlijk. Maar ik vind het er wel awesome uitzien. Oh, een kompas en wat veertjes. We nemen het gewoon mee, jongens. We nemen gewoon zoveel mogelijk spullen mee. Want ik weet natuurlijk niet wat ik allemaal nodig ga hebben. Ik weet ook nu niet waar ik allemaal precies naartoe wil gaan. Maar ik weet wel dat ik zoveel mogelijk... Oeps. Oh, dat is handig. Oh, dit nemen we mee. Sorry hobbits. Ik had echt al jullie spullen, maar... Dan heb ik eten. En die kan ik meenemen. En die plates ook. Oh, hobbit oven. Zou ik die mee moeten nemen? Ik wil deze wel meenemen, een crafting table. Nou, trouwens, nee, die kunnen we zelf wel maken. Dat kan ik allemaal nou niet meenemen. Oh yeah! We hit the jackpot! Oh yeah! Oh nee, die kan je niet kapot maken. Oké, dat moet ik dus niet doen. Sorry jongens, ik heb even wat eten geleend. Dank je voor het eten. Dankjewel. Oké. Hallo meneertje. We moeten even de inventory een beetje opruimen. Kompas kunnen we op zich wel meenemen. Have you seen any troublemakers around here? Nee, eigenlijk niet. Kijk, dat is trouwens de portal. Dat is gewoon een vette ring. Dat is echt tof. Oh my god, dit is echt een vette mod. Ik snap echt niet waarom ik het trouwens nooit eerder heb gespeeld. Ik weet niet wat dat was. Hallo, how are you today, Ethaldir? Oh. Oh jee. Oh jee, wat was dat voor lag ding? The only brew for the brave and true comes from the green dragon. Oh my god. Dit is awesome. Ik weet eigenlijk niet eens precies wat de bedoeling is van de mod zelf. Ja, waarschijnlijk gewoon ook gewoon spulletjes verzamelen en zo. We zullen waarschijnlijk ook kunnen kiezen... volgens mij kan je ook alignment en zo. Dus dat je beter bevriend raakt met sommige groepen. En er zijn dus blijkbaar mini-quests en zo. Waarom heeft hij die lag spikes de hele tijd? Is dat misschien omdat hij de wereld aan het laden is of zo? Good day. Oh! 9 cherries.
Dus, ik denk dat ik gevonden heb waar ik de cherries moet halen. Want dit heet Cherry Wood. Dus wie weet dat er dan ook cherries uitkomen uit de leaves. Yep, ik heb cherry. 2 cherries. Ik moest een 9 hebben volgens mij. Oh jee. Oh jee. Oh jee, oh jee. Maar ja, dus we gaan lekker deze mod spelen. Ik heb nou ook iets even snel geïnstalleerd. Wat, als het goed is, de lag zou moeten fixen. Want blijkbaar is dat een heel common issue als je dit speelt. Maar ja, we gaan gewoon lekker spelen. En er zijn vast wel mensen van jullie die deze mod al een keer hebben gespeeld. Of spelen. Dus dan kunnen jullie mij tips geven als ik domme dingen doe ofzo. Of als ik dingen niet weet. Of als er echt dingen zijn van, oh, dat moet je echt een keertje doen. Laat het eventjes weten. Even kijken, volgens mij, we hebben er 9. Dus nu kunnen we richting de quest. En de quest is hier zo op de helft. Wat? Oké. Waar is die dan? Hij is naar het noordoosten. Dat was niet de bedoeling. Noordoosten, dat is noord, dat is oost. Dus die kant op. Die kant op voor de quest. Maar ja, tot nu toe vind ik het een hele vette modpack. Mod. Ik zeg altijd modpack, maar eigenlijk is het maar één mod natuurlijk. En ik wil gewoon zoveel mogelijk ontdekken van deze wereld, Middle Earth. Want ik vind het wel vet dat als je dus door die portal gaat en je wordt geteleporteerd naar deze wereld. Dat is gewoon ook echt gewoon Middle Earth. Nou, we kunnen echt gewoon gaan rondreizen. We kunnen alle steden gaan bezoeken en zo. Dus ik wil ook langzaam richting Brie gaan reizen eigenlijk. En dan onderweg zullen we echt wel een beetje gaan questen en zo. Zodat we, ja, ik weet niet. Volgens mij krijg je dan een soort alignment bij elk groepje of zo. En dan kan je vast wel coole dingen voor winnen. En uiteindelijk moeten we natuurlijk ook armor en zo. Want we willen natuurlijk wel een soldaat worden. Dus dat lijkt me zeker een tof idee. Even kijken. Oh, hij staat op peaceful. Misschien moeten we gewoon naar normal veranderen. Ik weet niet of dat effect heeft. Voor sowieso voor mijn eten en zo. Oké, kijk. Daar is onze quest. Die moeten we even inleveren. Kijken wat we daarvoor krijgen. Ja jongen, die hobbits die zuipen erop los. Kijk. En we hebben coins. I don't know. Laten we gewoon verder gaan. We zijn dus net de rivier overgestoken. Die gaan we nu oversteken. Nee, die zijn we overgestoken volgens het kaartje. Oh, nou doet hij wel praten. Dus we gaan richting Brie. Zo, we doen even alvast wat koeien killen. Want dan krijgen we hopelijk alvast wat leer. Wat we straks nodig kunnen hebben voor zadeltjes. Dus als we koetjes tegenkomen op ons weg, dan gaan we die alvast eventjes killen. Helaas moet dat voor een vacht. En dan kunnen we in ieder geval zo snel mogelijk een paard gaan temmen en gaan meenemen. Want dan wordt het allemaal een stuk sneller, allemaal een stuk makkelijker om door Middle Earth te reizen. Whew, let go! Oh my god, kijk nou! Custom pigs! Oh my god! We zijn zwijntjes tegengekomen, zo awesome! Oh, waar kunnen we hier niet slapen dan, in deze herberg? Dat is een beetje vreemd, of niet? We kunnen niet eens slapen. Kunnen we die meenemen? Sorry. Ik neem even deze dingen mee. Als ik dan een huis ga maken, dan heb ik die alvast. Dankjewel. Oh. Ik heb een nieuwe achievement ding gekregen. Omdat ik de Shire uit ben gegaan. We zitten nu in Eriador. Oh, er gebeurt hier iets. Er zijn mensen aan het vechten. Ranger of the North. Oh my god. Ze vechten met deze ork. De ork is dood. Oké.
Dat is best wel awesome, trouwens. Dat hier dus gewoon die rangers zitten. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ik denk dat ik eventjes bij deze rangers blijf chillen. Hallo? Het zou vet zijn als iemand wapens zou laten vallen. Want dan heb ik een wapen. Nu heb ik alleen maar botten. Dat zul je niet standaard evil vinden. Omdat je natuurlijk ook gewoon kan kiezen om een slechterik te zijn. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, no. Oké. We zijn eindelijk hier zo bij Bree. En het is ietsje minder dan ik had voorgesteld. Het is gewoon een kruispunt en meer niet. Geen huisjes. Ik heb onderweg wel wat loot kunnen vinden. Van... orkkampen en rangerkampen en torens. En ik ben ook nog een keer extra dood gegaan. Want orks zijn best wel sterk. Maar ik heb in ieder geval veel koeien kunnen slachten onderweg. En ik heb een zwaardje gevonden wat het iets makkelijker maakte. Alleen wat ik nu wil doen is dan hier zo, ja, mijn eigen Bree beginnen. Want er is dus niks. Maar hier gaan we dus even een startplekje maken om een beetje te gaan survivalen en een basisje te maken. Het slimme daarvan is, als we dat hier doen, is dat we naar Bree altijd kunnen fast travelen als we de weg kwijt zijn. Het enige wat ik wel heb gedaan is trouwens even een nieuw Red Book ingespand. Want anders dan weet ik niet welke quest ik allemaal heb. En ik heb namelijk ook al een quest gevonden hier bij de Rangers. En je ziet dat de standing van de Rangers ook al omhoog is gegaan. Dat komt allemaal door de orks killen. Dan krijg je blijkbaar dus standing erbij. Maar voor volgende aflevering zullen we dus hier aan de slag gaan met een kampje op gaan zetten. Waar we een beetje kunnen overleven en een beetje spulletjes kunnen gaan verzamelen die we nodig hebben. Want we hebben sowieso echt wel armor nodig. Want orks zijn best wel sterk. En anders gaan we gewoon de hele tijd dood en dat is niet de bedoeling. En we willen natuurlijk een beetje de quests gaan doen. En misschien wel wat meer standing krijgen hier met de Rangers of the North. Ja... Laat in ieder geval in de reacties even weten wat jij ervan vond van deze eerste aflevering van de Lord of the Rings mod. Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Abonneer en zeker natuurlijk ook eventjes op Edeldier als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer in de volgende aflevering van de Lord of the Rings mod. Tot dan!